Nu alles goed ingericht is en in orde, het huis, de werkkamer, de boeken, geschikt om met gemak te werken, valt er niet meer te werken, moet ik weldra vertrekken en alles verlaten. Het heeft een heel leven van werk en inspanningen en geld gekost om alles bij elkaar te krijgen, en nu het er is, zal alles weer verstrooid worden en uiteenvallen. Als ik er zit op te kijken, laat het me onverschillig wat er met die dingen die het omhulsel uitmaakten van mijn wezen moet gebeuren. Eens dat ik er niet meer ben, worden het levenloze dingen. Ze leefden slechts omdat ik zelf, en voor zoveel ik er zelf het leven aan verleende, ze levend maakte. Hetzelfde gevoel heb ik ondervonden op de werkkamer van Guido Gezelle toen hij gestorven was. De dingen die hem omringd hadden, waren met hem gestorven, hem vreemd geworden. Aan een zekere leeftijd is het enige leidmotief dat een mens bezighoudt, de dood. Het duikt overal op als een dreiging, iets dat alle ogenblikken kan gebeuren. En hoe zal het zijn? Welke ziekte? In welke omstandigheden? Dood zijn schrikt mij niet af. Maar het angstgevoel van het gebeuren is iets aan de menselijke natuur eigen. Kalm afwachten en voortleven is voldoen aan de drang door de natuur opgelegd. Een schone oude dag heeft ook zijn aangenaamheden en men berust erin door het gevoel dat men vreemd wordt op de wereld, dat dezelfde dagelijks weerkerende dingen vervelend worden. Opstaan, slapen gaan, eten, kleden en ontkleden, praten over weer, de seizoenen en wind. Als ik terugdenk aan mijn 20 jaar, toen ik, gelijk nu, mijn gedachten liet gaan in het blauwe, uitgestrekt in behagelijk niets doen, te kijken op de mij omringende dingen in mijn kamertje te Avelgem, de aanvang van mijn schrijversleven, wat is er in mij nu, 60 jaar later, nog over van de mens van toen? Hoeveel dingen waar mijn belangstelling helemaal op gericht was, hebben nu alle belang verloren. Wat een afstand, wat een dagen, maanden, jaren zijn er overheen gegaan die mijn wezen gewijzigd hebben. Als ik toen, gelijk ik het nu begonnen ben, elke dag mijn gedachten en bevindingen had moeten neerschrijven, hoe zou ik de lectuur ervan nu gevonden hebben? Beter dat het niet gebeurd is. Die gedachten zijn opgelost, weggedreven als wolken in een blauwe hemel naar het onbekende. De jongeling die in de nachtelijke hemel naar de sterren opkijkt en vraagt: "Sag mir, was bedeutet der Mensch?"